deze nieuwe video. Vandaag heb ik een extra leuke video, want voor de video van vandaag hebben jullie mij geholpen. Ik heb op Instagram met een aantal van jullie gesproken en ik heb jullie gevraagd of jullie een leuke ooglook kunnen maken en dat ik die dan echt moet gaan maken met make-up. Dus ik had op mijn Instagram verhaal gevraagd wie mij hiermee wil helpen en toen heb ik een aantal van jullie gekozen en een berichtje gestuurd en ik ben zo blij dat jullie mij hebben geholpen. Jullie hebben echt een aantal mooie looks gemaakt. Een aantal van jullie hebben ook echt de moeite genomen om echt met pen en papier en potlood echt iets te creëren. En ik ben echt super dankbaar dat jullie al die moeite hebben gedaan om mij te helpen met deze video. Dus ik ga vandaag twee looks namaken. Op de ene oog van één iemand en op de andere oog van een ander. Want dat vond ik wel leuk, want dan konden toch twee mensen hun creatie zien in plaats van maar één persoon. Maar ik ga sowieso alle looks laten zien aan jullie. Dus alvast een mega bedankje naar alle mensen die mij hebben geholpen. Als jij ook mee wilt doen met dit soort video's en zo, volg me dan echt vooral op Instagram. Want dat is het platform waar ik altijd alles vraag voor mijn video's en dat soort dingen. Dus volg me dan ook daar. En ja, ik heb weer genoeg gepraat en laten we snel beginnen met de video. Ik kan niet wachten om jullie creaties te creëren. Ik heb jullie alleen maar gevraagd om echt een ooglook te maken. Dus ik heb mijn hele basis gezichtsmake-up al gedaan, alleen mijn ogen niet. Op mijn lippen heb ik dit Sweet Tea Lip Pencil van Morphe op. En deze Matte Lip Cream van NYX Cosmetics in de kleur Abu Dhabi. Hele mooie nude kleur. Oké, jongens, let's do this. Ik ga jullie DM's er eventjes bij halen. 11 super lieve mensen hebben mij geholpen. Van die 11 mensen wilde 1 meisje anoniem blijven. Want dat vraag ik ook altijd. Ik wil niet zomaar jullie naam en foto's online plaatsen zonder dat jullie dat willen. Dus eentje wilde anoniem blijven. Dus haar laat ik ook anoniem. En de rest vond het geen probleem om te worden gezien. Alvast excuses als ik jullie namen verkeerd uitspreek. De eerste look die ik heb gekregen is van Birgit of zoiets. Birgit. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En zij heeft echt een hele mooie, beetje groenige, bruine ombre look gecreëerd. Echt super, super mooi gemaakt. En het is ook echt een hele heftige look. Jullie weten ook, ik hou van heftige looks. Dus een heleboel van jullie hebben mij ook heftige looks gegeven. Van Make-up bij Dafina heb ik ook een mooie look gekregen. Zij heeft een look gemaakt op haar eigen ogen. Dat vind ik pas effort. Ik vind het super lief dat je echt de moeite en de tijd nam om die hele look te creëren op je oog. Want dat kost veel tijd. Ook weer een hele mooie groenige cut crease look. Ook weer super mooi. Lijkt ook een beetje op die look van net. Dus super, super bedankt, Davina. De volgende is van Fie van Bussel. En zij heeft een hele leuke, kleurrijke, maar aparte look gemaakt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is ook echt een aparte look. Daar hou ik van. Ik hou altijd van heftige, aparte looks. Ook super bedankt hiervoor. Van Sanne heb ik ook een hele leuke, kleurrijke look gemaakt. En dat is deze beetje paarsige look met van die hartjes. Die hartjes vind ik echt super, super cute. Ik vind het ook leuk dat jullie bijna allemaal echt super heftige looks heb ik gemaakt. Deze vind ik ook mooi. Dankjewel, Sanne. Dan ga ik verder met Nikita. Nikita heeft echt een aantal looks gemaakt. Dus echt super bedankt ook weer voor die moeite. Ze heeft een look gemaakt met zo van die hartjes in een boog heeft ze gemaakt. Ze heeft ook een soort van wolkjes look gemaakt. Ook heel erg mooi. En een heftige neon look. Dat vind ik ook altijd leuk. Ik hou van neon. En een look met een soort van engel en een duivel. Dus dan heb je zo twee looks op twee ogen. Ook heel leuk. En ze heeft een bloody eyeliner gemaakt. Ook heel erg creabea. En als laatste vlammetjes. Dus echt bedankt voor al deze moeite en al deze looks. Super, super creatief. Dankjewel. Van Dries heb ik ook een leuke look gehad. Hij heeft mij twee looks gestuurd. Eén look op één oog en de andere look op de andere oog. Op het andere oog, Sarah, Nederlands. En het zijn allebei twee cut crease looks, maar allebei hele verschillende looks, maar wel allebei heel erg mooi. Dus Dries, dankjewel voor deze effort. Van Charlotte heb ik ook een look gemaakt. Dat is deze look hier. Ook een hele aparte look met rood, wit en een beetje gelig, oranje kleurtjes. Dit is een naam die ik bijna niet kan uitspreken, maar Kyle of Kel of Kiel. Kyle, ik denk Kyle. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, I'm sorry. Maar hij heeft een beetje een drag queen-achtige look gemaakt met blauw en wit en een lijn en dat soort dingen. Ook weer super, super heftig. Dankjewel hiervoor. En de laatste twee van Make-up bij Tess. Zij heeft ook een leuke hartjes look gemaakt met allemaal van die hartjes en een zwarte eyeliner. Ook heel erg mooi. En de laatste is het meisje die anoniem wil blijven. Maar zij heeft me ook een groene look gestuurd. Ik vind het heel apart dat 3 van de 11 mensen mij een groene look hebben gestuurd. Volgens mij is groen een beetje in ofzo. Iedereen wil ineens een groene look zien. Van al deze looks heb ik er 2 uitgekozen die ik op het ene oog ga maken en de andere op het andere oog.
oog. Ik heb net een ooglook gemaakt, dus het is hier nog een beetje roze. Dus het is niks geks of zo. Oké, dan ga ik twee looks uitkiezen die ik ga maken. De eerste look is de eerste die ik liet zien van Birgit. Dit vind ik een hele leuke cut crease look met bruin en groen en geel en zo. Lekker heftig en een glitter liner en zo. Dat vind ik allemaal heel erg mooi. Super heftig look, dus deze ga ik maken op dit oog. En de andere look wordt de look van Fee van Bussel. En dat wordt deze look. En ik ga voor deze look, omdat ik nog nooit zoiets heb gemaakt. Het is super apart. Hier binnenin is het gewoon helemaal nude gebleven. Daar heeft ze niks gedaan. Het is letterlijk een cut crease met hier kleur en onderkleur. En dan in het midden niks. Zoiets heb ik nog nooit gecreëerd. Dus het lijkt me wel leuk om dat te doen. Dus dit zijn de twee looks die ik ga maken. Nogmaals, iedereen bedankt voor alle moeite. En dan gaan we nou inzoomen op de ogen en beginnen met de look. Oké, we zijn ingezoomd. Ik ga dus beginnen met de ooglook van Birgit. Daarvoor gebruik ik mijn Morphe X James Charles palette. Want die heeft elke kleur en elke kleur die zij heeft gebruikt ook. Dus dit gaan wij doen. Ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur als transitiekleur. En die gaat dan in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik hiervoor een grote fluffy kwast van BH Cosmetics, nummer 101. En dan ga ik in met deze iets meer donkere bruine kleur. Hiervoor ga ik in met mijn Zoeva 228 fluffy kwast. En die gaat ook zo in mijn arcadeboog. En dan weer een beetje bij de randen blenden met die eerste lichte kleur. Dan ga ik in met deze donkere bruine matte kleur. Ik wil het nog ietsje donkerder maken, want op die foto heeft ze ook wel een donkere bruine kleur gebruikt. Dus ik breng hier een heel klein beetje aan, niet te veel. Ik gebruik hiervoor een kleinere fluffy kwast van Zoeva nummer 224. Gewoon een heel klein beetje, alleen om het een beetje donkerder te maken. En dan pak ik weer die fluffy kwast van net en dan blend ik het een beetje uit weer bij de randen. Met mijn Catrice concealer ga ik een hele cut crease maken. Ik wilde zeggen een halve cut crease, maar het is een hele cut crease. Daarvoor gebruik ik mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. Dit zijn de drie kleuren die ik ga aanbrengen op mijn ooglid. Ik begin met deze gele matte kleur, dan deze lichtere felgroene kleur en dan deze donkere matte groene kleur. Ik vind het gewoon nu al leuk. Oké, dan heeft ze bij de cut crease line een soort van glitter eyeliner gedaan in het goud. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb hier van W7 de Hot Lava Glitter Eyeliner. Dit is in de kleur Volcano. Dus daarmee ga ik even over die hele cut crease. En dan heeft ze hier op het einde ook een soort van gelige driehoek gemaakt met een gele eyeliner. En daaromheen ook weer deze glitterliner. Ik heb nu niet echt meer veel plek gelaten daarvoor, maar ik ga het toch nog eventjes erbij forceren, want dat heeft zij wel gezegd. Ik heb hier deze gele van NYX Cosmetics, de Brights Eyeliner, in de kleur Halo Viv. Hopelijk is die nog goed, want ik heb die echt al een tijd, ja. En dan ga ik die hier ook nog extra aanbrengen. Dit is echt super apart. Zoiets heb ik echt nog nooit gedaan. En dan daaromheen is ook nog deze glitter eyeliner. Mensen, I love it. Dit is de look die zij heeft gemaakt voor mij. Ze heeft verder niet verteld wat ik hieronder moet doen. Dus ik ga gewoon hieronder deze drie kleuren ook daar aanbrengen. Dus zo geel, groen en donkergroen. Oké, mensen, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik heb nep wimpers opgedaan en een beetje mascara onder. En een lichte highlightkleur hier in mijn binnenste ooghoek, want dat doe ik altijd. Ik hoop dat jullie vinden dat het goed is gelukt. Ik vind dit gele zo apart, maar ik vind het zo leuk. Het is zoiets unieks. Dat maakt het echt super apart, maar I like it. Echt een hele leuke look en echt super bedankt nogmaals voor het maken van de look. Nou gaan we verder met de andere kant. Dit wordt dan de ooglook die is gemaakt door Fee van Bussel. En ze heeft vooral een beetje lichtere pastelachtige kleurtjes gebruikt. Dus ik gebruik dit pastelpaletje, de 35i Icy Fantasy Palette van Morphe. Deze heeft echt elke pastelkleur ever, zoals je kunt zien. Dus die ga ik gebruiken voor deze toch wel aparte look. Ik hoop ook dat de kleuren genoeg pigment gaan hebben, omdat het toch wel een pastelpaletje is. Hebben ze niet altijd heel veel pigment, dus ik hoop dat het gewoon goed gaat lukken. Ik ga wel even een oogschaduw base aanbrengen, want dan worden de pastelkleuren wat heftiger. Ik gebruik hiervoor mijn P. Louise base in de kleur 1. Ik ga beginnen met deze beetje lichte oranje kleur. En die ga ik aanbrengen hier zo in het begin. Ik gebruik by the way mijn Zoeva 231 Bullet Kwast. En dan lekker indrukken dat ik lekker veel pigment krijg. Wacht, zij heeft wel echt geel gebruikt. Ik moet even een ander paletje pakken, want dit paletje heeft geen geel. Ik heb weer dit paletje van James Charles. En daaruit pak ik deze gele kleur. Daarnaast breng ik deze groenige kleur.
En als laatste deze blauwe kleur. Dan ga ik weer met deze Catrice Concealer een hele cut crease maken. Dan pak ik deze witte matte kleur en die breng ik aan over de hele cut crease. Oké, nou heb ik al die kleuren aangebracht zoals zij dat ook heeft gedaan. Nou is het tijd om al die kleuren ook hier zo aan te brengen als een soort van eyeliner-achtig iets. Ik ga weer beginnen met deze oranje matte kleur. Dan pak ik weer deze gele kleur uit het andere paletje. En die breng ik zo een beetje ernaast aan. Ik gebruik by the way mijn Zueva 317 Winged Liner Kwast. Dan weer deze groene kleur. En dan deze blauwe kleur en daarnaast deze paarse kleur. Oké, dit is dan helemaal klaar. Super leuk. Het is echt een beetje een regenboogachtige look. Dan heeft ze ook allemaal van die witte puntjes gezet. Dus dat ga ik ook doen met mijn witte eyeliner van NYX Cosmetics. Is dit apart of is dit apart? I love it. Echt een leuke look. Dan pak ik uit het James Charles paletje ook weer deze glanzende kleur. Die heb ik net ook bij het andere oog in mijn binnenste ooghoek gedaan. En dat ga ik hier ook even een klein beetje doen. Dit heeft ze ook niet gedaan op die foto, maar ik wil het gewoon alsnog doen. Oké, op de onderste wimpers heeft ze ook niks gedaan, want ik had een foto gestuurd waar ze een look op konden creëren met twee ogen die omlaag keken. Dus ja, onderop kon je niet echt iets doen. Dus wat ga ik doen onderop? Ik denk dat ik gewoon ga voor, even denken, ik ga voor paars. Ik ga deze paarse kleur aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Oké, mensen, dit is dan de afgemaakte look met de wimpers en een beetje mascara op de onderste wimpers. Mijn oog ging tranen, dus het is nou hier een beetje verpest onder, maar maakt niet uit. Ik vind dit ook weer een hele leuke aparte look. I love it. Wat vinden we ervan? Wat is jullie favorite look? Ik vind ze allebei super leuk. Deze is ook echt goed gelukt. Ik heb nog nooit zoiets gemaakt met echt in het midden helemaal niks. Dus ik ben vandaag echt out of my comfort zone gegaan met allebei. Echt heel leuk. I love it. Super leuke looks. Oké, dit zijn dan de looks van iets meer ver af. Wat vinden we ervan? Let me know wat jullie favorite look is. Ik vind ze allebei precies even leuk. Echt super leuk. Het was ook echt super moeilijk om twee looks uit te kiezen die ik zou gaan doen. Want ik vond ze echt allemaal leuk. Maar deze twee waren wel echt mijn faves. Allebei super leuk. Allebei heel anders, maar wel allebei heel erg leuk. Nou mensen, dit was dan de video. Wat vonden we ervan? Vonden we het leuk? Moet ik een deel 2 maken van deze video? Want dat vind ik ook wel heel leuk om te doen. Want ik vond het echt super leuk om jullie looks te zien en met jullie te praten. En ja, deze looks te creëren. Dus I love it. Ik hoop ook dat de twee meiden die deze looks hebben gemaakt, mijn looks goed vinden gelukt. Ik heb het zo precies mogelijk nageprobeerd te maken. En ik denk ook wel dat dat is gelukt. So I love it. En super bedankt nog voor alle looks. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!